Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb een klein beetje haast, ik moet er nog niet zoveel door. Mijn haar is zo vet, maar ik heb het eergisteren gewassen, dus ik snap het niet. Ik heb het wel een keer met een andere shampoo gewassen, misschien dat het daar aan ligt. En nu, heel snel omkleden, dan ga ik daarna werken vandaag bij Bayou, dacht je. Zo. Bij Bayou. Dus dat is de planning. Goed lekker. Waar zit aan de trouwen bij aan? Want we leven nog steeds in Nederland waar het nog steeds koud is. Dus ik zie me er een partij verschrikkelijk slecht uit. Jezus Christus, het is niet normaal. Maar goed, ik ga snel naar Bayou. Oké. Ik ben helemaal bij het halen van de trap. Maar het is avond. Ik ga zo sporten met mijn zus en met haar huisgenoot. Ik kom echt door die vijver heen. Dat ik ook gewoon zo snel buiten adem ben en vermoeid. Nou, vermoeid is natuurlijk logisch, maar... Ik denk elke dag weer dat ik dood ga. Maar ik ga sporten dus. Oh, ik heb ook zo'n opgeblazen buik. Ik heb vandaag echt dingen gegeten waar ik niet goed tegen kan. Ja, dan blaast mijn buik gewoon echt op van hier tot Tokio. Dat is niet normaal. Ik had nog wat dingen besteld. Dat zal ik even laten zien zo meteen. Bij de Zara. Ik kan het alleen bijna allemaal terugsturen, want de maten van de Zara zijn altijd zo irritant dat ik nooit dat pas. Ik ga namelijk naar Bali. In februari, eind februari. In mijn eentje, een maand. En ik heb dit van de week geboekt. En ik wou het eigenlijk al gelijk vertellen. Maar ik wou eerst ook even gewoon mijn eerste verblijf boeken. Zodat ik echt een beetje zekerheid had van oké, het is geregeld. Maar ik ga dus eind februari voor een maand in mijn eentje naar Bali. Dus ik heb er echt mega veel zin in. Mocht je tips hebben of je bent er ook in die periode. Laat me even weten. Stuur me een DM op Insta. Dan kunnen we meeten. Ik loop nooit meer de trap op ook. Maar goed, ja, daar heb ik zoveel zin in. Maar ik had wat dingen besteld. Mijn ouders deze gekregen. Die wou ik heel graag. Dit is een koptelefoon van JBL. En ik vond een witte wel leuk. Ik wou eigenlijk heel graag die van Apple halen. Maar 600 euro bijna voor een koptelefoon vind ik ook weer een beetje je van het. Is ook een beetje belachelijk natuurlijk. Ik ga heel snel laten zien welke shortjes ik heb gehaald bij de Zara. Maar ja, zoals ik al zei, pas ik ze bijna allemaal niet. Omdat ze dan bij mijn billen te strak zitten en bij mijn heupen of bij mijn buik te los. Dit shortje past ik wel. Die hou ik denk ik ook wel. Dan had ik ook deze. Ja, ik moet het maar even denken of ik dit leuk vind of dat ik het te kinderachtig vind. Maar ik vond hem in deze wel heel leuk. Alleen hij schijnt dus echt heel erg door. Maar ik dacht, dit voor je bikini met een linnen blouse eroverheen is misschien wel cute. Alleen hij schijnt dus wel echt heel erg door. Ja, dan nog een aantal shortjes. Die letterlijk allemaal gewoon niet mooi zitten bij mij. Dus die kunnen allemaal weer terug. Waar ik echt weer van baal. Want ik heb dus helemaal geen goede shortjes op dat moment. Ik ga me nu heel snel verder omkleden. Want ik moet echt er eigenlijk nu vandoor. Dan ga ik sporten met mijn zus dus. En met haar huisgenootje. En dan daarna lekker onder de sauna. Dus ik ga ook even make-up van vandaag weer afhalen. Want ik wil natuurlijk lekker mijn gezicht in de sauna even kunnen laten ontgiften. Want dat is wel nodig, as you can see. Dan kan lekker alles er even uit. Dus ja, doei. Dit is toch echt het allerlekkerste ooit als je iets nieuws hebt. Om het lekker uit te pakken en lekker te gaan gebruiken. Lekker de Bluetooth te installeren naar... jezelf en om te testen. En ik weet dus dat ik deze al fijn vind. Mijn zus heeft deze dus ook. En ik weet niet. Ja, ik vond het witte dus wel een keer leuk. In plaats van de zwarte. En is ook chill. Want als ik naar Bali ga, dan zit ik echt fucking lang in het vliegtuig. Dus dan vind ik zo'n koptelefoon ook wel lekker. In plaats van die oortjes. Want van oortjes gaan mijn oren altijd zo pijn doen. Maar goed. Ik heb inmiddels lekker gesport. Ik heb mijn vlog bewerkt en die ben ik nu aan het uploaden. Mijn huidsituatie is nog steeds verschrikkelijk. Maar we kijken gewoon eventjes vanaf deze kant, want daar valt het wel mee. Morgen hoef ik niet te werken, maar morgen is wel Juliette jarig. Dus ik ga sowieso wel langs kantoor om haar te feliciteren. Ik ga even iets van bloemetjes halen voor haar. Ik weet niet echt wat ze leuk vindt. Maar een slagveld op mijn gezicht. Nou, oké. Ik ga lekker mijn nieuwe koptelefoon
isoleren en uittesten. En daarna lekker slapen. Zo, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en het is eigenlijk al bijna middag. Ik kon vandaag niet werken, maar ik ga wel naar kantoor zo. Want Jules is vandaag jarig. Dus ja, het zal leuk om even heen te gaan natuurlijk. En dan gaan we samen nog eventjes naar de Westfield Mall waarschijnlijk. Ik heb echt een hele simpele outfit aan. Deze trui is van de Zara en broek is ook van de Zara. Wow, helemaal van de Zara. Ik had namelijk niet zo heel veel zin om... ik ga mijn bek. Iets boeiends aan te doen. Oh, Juliette. Epser, ik heb truffel chocoladetaart gekocht. Hahaha. Zorg dat je honger hebt. Wacht op jou met taartje eten. Jongens, dit zijn de beste vrienden. Die je maar kan bedenken. Goed, oké. Ik ga me even zo klaarmaken. Dan ga fiets ik even. Of fiets ik. Ik fiets helemaal niet. Ik ga met de auto. Langs de bloemenzaak ga ik even een bos bloemen halen voor Jules. Ik weet namelijk echt niet wat ik voor haar moet kopen. Dus ik denk dat ik gewoon een bos bloemen doe. En dat ik er gewoon een keer mee te eten neem. In ieder geval nu even naar beneden. Ik hoef dus niet te eten. Ik wil eigenlijk snel nog wat eten. Maar ik wacht toch lekker op die taart zo meteen. En dus is de outfit. En doe ik mijn grijze manteljas erbij aan. En mijn, denk mijn witte Nikes eronder. Dus ja, mijn haar is super vet. Ik heb er net olie in gedaan. Van die Grow Gorgeous haarserum. Dus ik dacht, dan doe ik het zo. Dan kan het olietje lekker intrekken. En dan lijkt het alsof het een look is. En niet alsof het echt heel vet is. Dus goed, oké. Ik neem mijn laptop mee, want dan kan ik bij op kantoor wel nog eventjes zelf wat werkdingetjes doen. Die ik nog moet doen. Dus dan kan ik dat eventjes doen. En dan lekker chillen, denk ik. Nou, ik heb bloemen gehaald. Ze hadden alleen echt super weinig keuze. Dus ja, ik heb een bloem op een bos gehad waar ik eigenlijk helemaal niet heel tevreden over ben. Ik vind eigenlijk helemaal niet zo'n hele mooie bos bloemen. Maar tenminste, het zijn bloemen, dus het is op zich wel mooi. Maar het is een beetje, misschien een beetje tittig. Oh, en er wilt weer random iemand oversteken. Dat lijkt me niet heel goed. Plan. Maar raad. Maar... bloemen zijn bloemen en bloemen zijn mooi. Dus ja. Oké, guys. Het is inmiddels alweer het einde van de dag. Oké, ja. Ik heb vandaag weer wederom bijna niks gefilmd. Omdat ik het gewoon weer vergeten ben. Maar ik kwam net thuis. En er zijn twee zakken van nekenpinnen. Want ik dacht, ik koop even weer wat zomerse items. Aangezien ik binnenkort natuurlijk wegga. Vroeger kwamen al die naked dingen nog in een leuk zakje. Maar dat is ook allemaal niet meer. Ik weet totaal niet of deze brillen mee staan. Ik vind dat ik zelf namelijk niet echt een brillenhoofd heb. Maar even deze. Ik weet niet echt wat ik hiervan vind. Hij staat ook schuin, heb ik het idee. Maar die heb ik in het bruin en die heb ik ook in het zilver. Ik vond het modelletje wel leuk namelijk. Maar ik vind die bruine denk ik leuker. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het sowieso niet echt van voor. Vind ik het sowieso niet echt heel leuk staan. Maar zo van de zijkant vind ik het op zich wel cute. Ja, deze vond ik echt heel vet eruit zien. Maar ik denk dat dit mij echt niet staat. Nou, ik heb gewoon echt geen brillenhoofd. Maar ja, misschien ook niet met deze outfit en mijn haar zo. Misschien als ik mijn haar los heb dat het leuker staat. Maar ik lijk net echt een minion. Oh ja, deze vind ik wel leuk, denk ik. Dit is gewoon zo'n bril die je eigenlijk altijd overal wel bij op kan. Een beetje zo'n Celine-achtige vibe. Dit bij mezelf echt denk ik wel lelijk. Een beetje een bij ben ik. Mam, lijkt ook op een bij. Op een wat? Op een bij. Een bij? Een bij. Zo'n bijtje. Nee, ik vind hem niet onaardig. Misschien ook niet top. Nou, daar hoor je het al. Dan heb ik ook een linnen shortje. Waarom heb ik dit in de maat 40 besteld? I don't know. Kan dit krimpen, mam, in de was? Naar de grote zak. Een simpele tube top. In een beetje een grijs kleur. Ik dacht dat je heel leuk op een lange linnen broek. Dan heb ik een jurkje gekocht. Dat heb ik in twee maten gekocht. Omdat ik niet zo goed wist welke maat ik nodig heb. Deze. En ik geef van deze jurk een beetje rat en boa vibes. Ik moet alleen zeggen dat ik het stofje nu wel heel goedkoop vind voelen. Een gebreide jurk. Maar dit is wel heel gebreid. Ik dacht dit is zo dun gebreid. Maar dit is gewoon echt een dikke truistof bijna. Ja, dat vind ik wel jammer om mee te nemen. Want het gaat en ruimte in mijn koffer innemen best wel veel. Kijk, dit is het. Dus dat vind ik dan zonde. Dit was een lange jurk. En het is een heel lekker dun stofje. Dan heeft hij aan de zijkant zo cut-out detail.
Maar ik weet het niet. De laatste tijd heb ik echt iets wat ik lange jurken heel mooi vind. Dus ik weet niet of ik bij mezelf ook mooi vind, want ik heb er geen. Maar op foto's op Pinterest en zo zie ik allemaal van die mooie lange jurken. Met leuke slippertjes eronder, leuke rieten tas erbij. Dat vind ik helemaal leuk. En zo. En dan heb ik nog een kaftan. Maar ik ga die niet openmaken, want ik zie nu eigenlijk al aan de kwaliteit dat ik dit heel goedkoop uit vind zien. Een blouseje. Die ik dus heel leuk vond. Zo'n blouseje op een shortje. Ook leuke sandaaltjes van onder. Eigenlijk van die Chanel sandalen. Die wil ik eigenlijk heel graag, maar te duur. En dan een leuk tasje erbij. Helemaal een leuke outfit. En ik weet dat die van de Zara is, want ik weet dat Fleur die ook heeft. Maar die is dus van de oude collectie. Maar toen zag ik deze bij Naked. Ik dacht, hey, dit is op zich wel redelijk hetzelfde. Deze ziet er iets goedkoper uit dan die van de Zara. Want die van de Zara had ook mooi aan de onderkant wel gewoon gestikt. En de knoopjes waren gewoon ook mooi. Ik vind het er altijd een beetje goedkoop uitzien. Maar ik vond op zich het idee wel heel erg leuk. Dat dit op een shortje, leuke slippertjes en sandaaltjes eronder. Dus dat. Alles wat ik heb besteld. Nou goed, 10 minuten geluld bijna. Ik ga dit maar even opruimen. En even wat snacken, want ik heb honger. Ik heb mijn camera vallen. Ik heb honger. Ik ga zo meteen even al die items van Naked passen. Maar eigenlijk wil ik ook even vanavond misschien mijn kast uitzoeken. Oh mijn god, ik ben helemaal uit adem weer van de trap. Maar het bleef het allemaal op de vijver. Maar goed, ik heb zoveel kleding wat ik niet meer pas. Ik zat net foto's te kijken van 1,5 jaar geleden. En oh mijn god, ik was zo dun. En het is niet dat ik nu dik ben, helemaal niet. Maar ik ben wel echt heel veel aangekomen. Het is gewoon meer dat ik zelf gewoon me daar niet chill in voel. Ik voel me nu gewoon totaal niet fijn in mijn lichaam. Ik bedek mijn lichaam het liefst zoveel mogelijk. Dus. Oh, en los daarbij heb ik natuurlijk ook heel erg maag-darmproblemen met opgeblazen buik heel erg. Dus dat helpt ook allemaal niet mee. Maar goed, ik wil dus eigenlijk wel echt gaan afvallen. Ik probeer het ook best wel vaak, maar het lukt me gewoon nooit. Ik hou ook te veel van eten, dus ik weet gewoon niet hoe het moet. Dus mochten mensen er ervaring mee hebben, tips hebben. En ook met sporten. Ik vind sporten gewoon echt verschrikkelijk. Ik snap niet dat mensen gelukkig van worden om in de sportschool te staan. Zeker niet op de fucking maandagavond. Nou, wij gingen maandagavond weer. Het leek wel een dierentuin. Het was echt niet normaal. Het was gewoon niet normaal. Weet je, dan raak ik ook gedemotiveerd en dan zie ik andere mensen die weten wat ze doen. En dan sta ik daar en ik heb gewoon geen idee wat ik moet doen. Geen idee hoe al die dingen werken. Dus mochten mensen tips hebben met motiveren, let me know alsjeblieft. Want ik weet het niet. En voor komende zomer wil ik gewoon echt even, in ieder geval dat ik me gewoon goed voel in mijn eigen lichaam. Want dat is het allerbelangrijkste. Oké, ik ben voor nu wel even klaar. Ik heb echt heel weinig kleding over. Alleen die plank en die plank. En dan die bovenste plank, maar die moet ik ook nog uitzoeken. Ik vind het echt heel goed van mezelf. Ik heb die, onder deze plank hoort eigenlijk nog een deel daar. Maar hier heb ik nu even de plank voor gemaakt waar ik alles doe wat ik dus ga verkopen. Oh, dit kan er ook nog bij. Dus dat zit allemaal hier. In deze tas en hier nog een aantal losse dingetjes. Want ja, ik wil niet dat het in mijn kamer slingert totdat ik het kan fotograferen en alles. Maar hier heb ik dus nu allemaal boeken. Hierachter een stapel met, nee grapje, hier een stapel met boeken. Die ik eigenlijk op dit moment niet echt pas, maar die ik ook niet weg wil doen. Want dat vind ik zonde. Hier mijn favoriete spijkerbroeken. Hier een ander soort broeken, leren broeken. Pantalons, dat soort dingetjes. En daarachter allemaal joggingbroeken. En dit zijn dan de zomerachtige dingetjes. Maar daar kan ook heel veel van weg. Maar dat moet ik allemaal uitzoeken. Maar het is nu 10:30. Ik ben echt heel moe. Dus ik ga lekker stoppen. Mijn bed in. En slapen. Ik moet deze kant van mijn kast ook nog even uitzoeken. Maar dat ga ik ook allemaal een ander keertje doen. Morgen moet ik vroeg op. Want ik ga sporten morgenochtend. Dat is nu mijn plan. Even kijken hoe ik me morgenochtend bij voel. Dus dat zal ik gaan doen. Dan moet ik morgen even wat pakketjes op de post doen. Maar voor nu ga ik lekker slapen, want ik ben echt helemaal kapot. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb me klaargemaakt. Ik heb vanochtend al gesport om 8 uur. Ik ben echt heel trots. En ik heb net lekker gedoucht en mijn haartjes gewassen. Ik heb het een beetje gefeund. Ik weet alleen niet
hoe lang die blijft zitten, aangezien het echt zo hard waait. Het is niet normaal. Ik heb een klein beetje concealer en bronzer opgedaan. Ik had niet echt heel veel zin om heel veel make-up op te moeten doen. Naar Den Haag toe, want ik ga met Jules chillen. We wouden naar de bios even kijken of we dat gaan doen of dat we iets anders gaan doen. We gaan in ieder geval lekker chillen en ja, dat. Maar het waait echt mega hard en ik moet met de trein naar Den Haag, dus ik ben benieuwd of ik op het station aankom. Want ik ga denk ik niet lopen, ik heb echt geen zin om te lopen. Dus ik ga fietsen, maar ik heb geen idee of ik aankom. Ik heb dit aan als outfit. Een zwart topje van de H&M. Broek is van Naked. En dit jasje is van Studio Palm. Ik vond dit wel gewoon een leuke look. En dan doe ik er wel nog gewoon een jas overheen aan voor buiten. Maar voor als wij bijvoorbeeld naar de Westview Mall gaan, voor daarbinnen, kan ik prima zo rondlopen. Dus dat is de outfit. Misschien even een leuk kettingje of zo erbij. Nou, zoals je ziet, we zijn hartstikke gezellig aan het shoppen. Mag ik kijken? Ik zie niks nieuws. Mijn ogen zijn altijd fantastisch. Oké. Okay, we naar huis. Ik vertel het over dat ik in Zara wat ik zei. Wat zei je dan? Maar wat zei je in de Zara? Nee, nee. Jawel, zeg nou, want ik weet het niet meer. Nee. Jules is echt alleen maar aan het kopen. Goedemorgen, Keis. Het is vandaag donderdag. En oh, ik heb gisteren heel weinig gevlogd volgens mij. Toen ik waren even naar de Westfield mogen gegaan, daar heb ik alleen een ding gehaald bij H&M Home. Om het weekend de verjaardag van Fleur. Sorry, ik ben echt helemaal bij het adem, dus niet goed. In ieder geval de verjaardag van Fleur zondag. Super leuk. Dus we doen met al die meiden die gaan gewoon cadeaus. Dus ik had ook een paar dingetjes gehaald en dan kunnen we dat allemaal geven aan haar. En verder zijn we gisteren ook nog lekker naar een spa gegaan. Daarna lekker bij een Vietnamese steentje gaan eten. Het was echt super lekker eten. Ik weet alleen niet hoe het heet. Het zit ergens in Den Haag. Vandaag heb ik echt de hele dag nog niks gedaan. Tenminste, ik heb vanochtend even de honden uitgelaten. En het regent ook buiten. Echt, ik haat regen zo erg. Maar ik ben zo moe. Dus ik heb de hele dag een beetje half geslapen. En ook ongesteld geworden. Dus ik voel me echt bleh, gewoon. Maar ja, nu ga ik eventjes een pakketje inpakken voor de Zara. Want ik heb een tijdje geleden echt voor €400 aan dingen gekocht. En ik heb dat dus gewoon al betaald. Ik had het niet met Klarna gedaan. En ik ben dus een beetje bang dat ik over de retourtermijn heen zit. Maar ik had er wel een retourlabel aangevraagd. Dus ik ga gewoon kijken of die werkt. Maar ik was helemaal vergeten dat ik dat nog moet terugsturen. Want echt letterlijk, ik had voor iets van €400 besteld. En ik denk dat €50 aan dingen goed zaten en de rest kan allemaal terug. Dus ik hoop dat dat nog lukt. En die shortjes die ik van de week had besteld, kunnen ook bijna allemaal terug. Dus die ga ik ook gelijk terugsturen. En verder heb ik lekker vandaag The Bachelor gekeken. The Bachelorette. Want het staat nu online. En de eerste twee afleveringen stonden online. Dus die heb ik gekeken. Oh, zo, ik moet hem gaven. Die heb ik gekeken. En ik ben van allemaal mensen Bali vlogs aan het kijken. Met tips en zo. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk tips hebben. En dingen zodat als ik daar ben, dat ik echt precies weet. Oké, daar kan ik heen gaan. Daar kan ik heen gaan. Daar kan ik heen gaan. Dat is leuk. Dus nogmaals, mocht je tips hebben, laat me zeker weten. Of stuur me een DM met allemaal tips. Of als je er bent, stuur me een DM. Dan gaan we meeten. Helemaal leuk. Ik ben heerlijk lekker even in bad geweest. En nu ben ik even mijn tas aan het inpakken voor dit weekend. Aangezien ik vanaf morgen tot met zondag op Schilderhuis en op Zoomie pas. Want dus ik moet al mijn spullen pakken. Dus ik moet ook een outfit voor zondag hebben. Voor morgen en voor zaterdag maakt het me niet heel veel uit. Want ik ga het toch niet echt wel doen. Maar zondag heb ik natuurlijk de verjaardag van Fleur. Leuks aan. Maar ik had nu deze broek. Toch wel leuk. Met dit topje erop. Op de camera lijkt hij heel bruin, maar is echt meer grijs. Dit is een van die nieuwe topjes van Naked. En ik dacht dan misschien een hele denim look ervan maken. Dus met een denim jasje. Of een blazer overheen. Ik moet alleen even kijken welke blazer er leuk op staat. Maar goed, dat ben ik aan het doen. En dan ga ik daarna lekker kleedje drinken beneden en vroeg slapen. Want morgen gaat het echt heel goed werken. Ik moet denk ik om 7 uur al de deur uit. Het is vandaag vrijdag. Ik ben even thee aan het zetten.
En ik ben in Den Haag, want ik pas namelijk de komende dagen op Soemie. Hey! Nou goed, op Soemie dus. Dus ja, ik ga vandaag lekker chillen. Niet heel veel doen. Ik ga in dit huis ook niet veel filmen, want het is natuurlijk niet mijn huis. Dus het is ook niet aan mij, vind ik, om hier veel te gaan filmen. Maar ik ga zo in ieder geval eventjes lekker chillen. Het is nu 3:15. Ik heb eventjes thee gezet. Dat is bijna klaar. Dus ik ga lekker met een kopje thee in bed liggen. Lekker serie kijken. Lekker chillen. Ik heb namelijk echt mega last van buikkrampen. Omdat ik dus ongesteld ben. Dus ik heb echt ook totaal geen zin eigenlijk om iets te doen. Ik ga eind van de dag lekker Zoomie uitlaten. En ja, dat is het echt letterlijk voor vandaag. Dus ja. Goed, dat eigenlijk. Nou, ik heb Zoomie lekker uitgelaten. Het is nu 5:00. Ik heb best wel lang met haar gewandeld. Dus even kijken wat ik met eten ga doen. Ik had vanmiddag een pasta gegeten die Jules nog voor me had gemaakt. Ik had zo'n honger. Dus dat is eigenlijk voor me gewoon voor het avondeten. Maar ik heb mega veel honger. Dus ik had die al in de middag opgegeten. Maar ik moet ook zeggen dat ik nu eigenlijk helemaal niet zo heel veel honger heb. Een broodje of iets en dan vind ik het ook helemaal best. Morgen, het is vandaag zaterdag en ik ben me lekker een beetje aan het klaarmaken. Ik heb lekker rustig aan vandaag. Ik was vanochtend echt super vroeg wakker, maar toen ben ik Zoomie gaan uitlaten. Om denk ik echt 7:30. Toen ben ik de hele tijd lekker in bed blijven liggen, blijven chillen. En ik heb net even gedoucht. Ik heb een klein beetje make-up op gedaan. Mijn huid is alleen zo slecht. Ja, ik heb er nu make-up op, dus je ziet het niet heel goed. Maar echt, dit hele deel zit onder de plekken. En ik weet niet zo goed waardoor het komt. Tenminste, ik ben wel ongesteld. Dus misschien dat daardoor komt. Maar ik heb dat nooit echt gehad. Ik ben wel een tijd geleden gestopt met de pil. Dus misschien dat dat ook invloed heeft. Maar ik vind het wel echt super irritant. Want eigenlijk toen ik terug van mijn kaap zat, was mijn huid echt super goed. En hoefde ik echt geen make-up op te doen. Nou, nu ben ik sowieso alweer wat witter geworden. Maar ja, los daarvan is mijn huid gewoon echt super slecht. Dus dat vind ik echt heel jammer, maar goed. En deze kleine poepie wil denk ik weer plassen. Dus ik ga haar zo maar even uitlaten. En dan moet ik straks heel eventjes snel inpakpapier halen. Want morgen een verjaardag van Fleur. En ik heb 2 cadeautjes die mee moeten, maar die zijn nog niet ingepakt. Dus die moet ik eventjes inpakken. Dus dat ga ik even spulletjes voor halen. En verder ga ik vanavond helemaal lekker niks doen. Lekker chillen op bed. Ja, we gaan poepje. Lekker chillen, lekker eten en vroeg slapen, want ik ben echt super moe weer. Nou, ik ben met mijn zus en we zijn even bij Jamie Bennett even aan het lunchen. Nou, ik ben weer terug en ik heb eventjes spulletjes gehaald voor avondeten. Het is nu 5:00, ik moet zeggen, ik zit echt nog super vol, omdat ze natuurlijk echt om 3:30 nog dingen hadden, geluncht hadden. En ik heb inpakpapier gehaald, want we hebben morgen de verjaardag van Fleur. Is de vraag, volgens mij heeft Jules helemaal geen plakband. Tenminste, ik denk niet dat Jules plakband heeft. Ik weet het niet. Ik ga er even appen of ze plakband in huis heeft. En anders moet ik maar wat gaan verzinnen. Want ik moet dus 2 dingen inpakken. Een vaas. En een kaars. Dat kan ik al laten zien trouwens. Want morgen is de verjaardag al. Dus ik heb lekker haarmasker in. En letterlijk op de eerste plek waarvan ik dacht dat er plakband kon liggen, lag plakband. Dus heel blij mee. Dan ga ik zo lekker inpakken. Even chillen. Wachten tot ik het haarmasker uit kan halen. Het is een soort olie. Dus ik denk dat ik het lekker eventjes 2 uurtjes of zo laat zitten. En dat ik dan lekker ga douchen. En al zo'n heerlijke lekkere doucheroutine. Daar hou ik zo van. Lekker mijn gezicht wassen, mijn haar wassen. Conditionertje erin. Heerlijk. En dan daarna eerst nog lekker met nat haar in bed een filmpje kijken. Als het bijna droog is, droogfeunen. Heerlijk. Nou, ik heb een soort van avondeten gemaakt. Het is rijst met groente, curry, dingen. Het is een soort Indiaans curry. Met tomaten erbij nog en een beetje rucola. Kijk of het lekker is. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb me klaargemaakt, want ik heb zo meteen een verjaardag van Fleur. Ik heb mijn haar een klein beetje gekruld. Laatst blijft mijn haar dus echt niet goed zitten als ik het krul, dus ik heb het nu maar een beetje gedaan. Ik ben nog even een kopje thee aan het zetten, dit is wat ik aan heb.
Broek is van de Zara. Top is van Naked. Jasje is van Levi's. Ik dacht leuk, met denim op denim. Erg lunch en dat is hier echt super dichtbij. Het is echt 5 minuten rijden. Dus dat is heel chill. We moeten daar om 1 uur zijn. Dus ja, ik ga zo meteen nog even Sumi uitlaten. Even een beetje dingen opruimen. Wat is het dan? Ja, lekker. Gooi anders dat op een bordje bij dat je het eronder zit. Kijk, ik ben weer thuis en er is een heel groot pakket gekomen van Norsi. Dit is namelijk een koffer. Aangezien ik binnenkort natuurlijk wegga naar Bali, leek het me wel chill om een nieuwe koffer te hebben. Waar lekker veel in kan. Echt een mega grote doos. Dus ik ga hem even openmaken. Ik kan hem even staan doen. Zo. Hier zie je al een beetje hoe groot hij is. Hij is echt heel groot. Het is de grootste formaat van Norsi. Ik heb hem in het zwart genomen. Want dat vind ik wel mooi. Nou, dit is hem dus. Hij is echt heel groot. Dus, faam! Dus er kan echt heel erg veel in. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dit is altijd ook heel chill. Allebei gewoon grote vakken. Hier nog van die kleine vakken. Dus ik ben er echt heel blij mee. Oh, en heb ik nog een slot met cijfers. Dus dat is ook chill. Dus deze koffer heb ik van Norsi. Ben ik heel blij mee. En ik kan niet wachten om deze lekker in te gaan pakken over een paar weken. Ik denk dat ik gewoon al met al, beetje bij beetje alvast ga inpakken. Als ik iets nieuws heb gekocht voor wat ik mee kan nemen, dan kan ik dat alvast in doen. Dus het is wel fijn dat ik echt een koffer heb waar lekker veel in kan. Nou jongens, het is inmiddels het einde van de dag. En ik lig lekker... Of nou, ik lig niet. Ik zit op bed. En ik ga zo lekker even douchen. Lekker mijn make-up eraf halen van vandaag. En lekker mijn bed in. Ik ben echt super moe. Ik vond het echt super leuk vandaag. Alleen, ik merk gewoon zo erg. Omdat ik gewoon de laatste tijd niet heel veel sociale dingen heb gedaan. Ook door die vijver denk ik. Gewoon omdat ik te moe ben. Dat het gewoon echt zoveel energie kost om iets sociaals te doen. Zeg maar, het klinkt heel raar. Maar om echt onder meerdere mensen te zijn. Maar het was wel echt super gezellig. Ik ben alleen nu echt mega moe. Dus ik ga lekker douchen en daarna ga ik lekker in bed liggen. Dus ik wil jullie bij deze bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat ook eventjes in de reacties weten wat voor content jullie willen zien op Insta, YouTube, TikTok. Maakt niet uit, maar laat gewoon even weten wat voor content jullie willen zien. Dan ga ik daar de komende tijd een beetje mee bezig zijn. En... ja, nou, ik hoop jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doei!